Het geneesmiddel van de week is atropine. Atropine is een geneesmiddel dat een aantal effecten van acetylcholine blokkeert. Het wordt toegepast in de oogheelkunde om de pupil te verwijden en in de anesthesiologie en cardiologie om een bradycardie te behandelen. Atropine remt de werking van acetylcholine door te binden aan de acetylcholine receptor. Die acetylcholine receptor zit onder meer in Zenuwknooppunten op glad spierweefsel, de hartspier, kliercellen, perifere ganglia en in het centraal zenuwstelsel. Door de binding van atropine aan muscarine receptoren wordt de signaaloverdracht in deze knooppunten verhinderd. Acetylcholine bindt ook aan de nicotine receptor, maar atropine bindt nauwelijks aan deze receptor. De gevoeligheid voor atropine is afhankelijk van de plaats in het parasympathische zenuwstelsel. Daardoor hebben verschillende doseringen uiteenlopende effecten. Atropine wordt toegepast in de oogheelkunde om de pupil te verwijderen. Atropine verlamt de sluitspieren van de iris, waardoor de pupil niet meer in staat is samen te trekken. Het wordt dan in de vorm van oogdruppels toegediend. Al in de Renaissance was bekend. Dat het atropine bevattende sap uit de wolfskersplant de pupillen deed verwijden, waardoor ze donkerder en glanzender werden. Vrouwen gebruikten destijds druppels van dit plantenextract om er mooier uit te zien. De wolfskers wordt daarom ook wel Atropa belladonna genoemd. Bij een symptomatische sinusbradicardie en/of een AV-blok. Kan atropine de sinusfrequentie verhogen en de sinoatriale en AV-geleiding versnellen? Om deze effecten op het hart te bereiken wordt atropine intraveneus toegediend en het effect treedt dan binnen een paar minuten op. Bij de, toep bij de toepassing als premedicatie in de anesthesiologie wordt atropine intramusculair toegediend. Het effect treedt dan op na een half uur en houdt enkele uren aan. Atropine zorgt dan voor een afname van de speeksel- en bronchiale secretie en het vermindert de gevolgen van vagusstimulatie die kan ontstaan door bijvoorbeeld endotracheale intubatie en chirurgische manipulatie. Gezien de remmende effecten op het parasympathische zenuwstelsel is het logisch dat atropine gebruik leidt tot een droge mond en klachten van moeilijk slikken en spreken. Ook zal door parasympathische remming van het maag-darmkanaal obstipatie ontstaan en verminderde maagzuursecretie, misselijkheid, braken en een opgeblazen gevoel. Het effect op het oog leidt tot vieze stoornissen. De wijde pupil kan onvoldoende accommoderen, waardoor wazig zicht ontstaat en fotofobie. Tot slot geeft atropine een verminderde bronchiale secretie en een verminderde zweetproductie. Samenvattend. Atropine bindt aan de acetylcholine receptor. Atropine remt zo de werking van acetylcholine. Het wordt toegepast in de oogheelkunde als pupilverwijder, in de cardiologie om het hartritme te verhogen en in de anesthesiologie als premedicatie. Effecten zoals een droge mond, verminderde maagzuursecretie en vieze stoornissen zijn inherent aan het gebruik van atropine.